Goedendag. De paraplu was weer hard nodig de afgelopen dagen. Het was ronduit wisselvallig weer, met zeker in het oosten van het land veel regen. Dit was dan ook vaker beeld, maar toch verwacht ik dat we die paraplu vanaf zaterdag vaker in de kast kunnen laten. En eigenlijk konden we vandaag ook al in de kast laten, want vandaag hadden we te maken met een uitloper van hoge druk vanaf de Azoren. Hier zien we hem nog mooi terug op de nachtkaart. Maar die uitloper gaat er langzaam uit. We krijgen weer even te maken met wisselvalliger weer vanuit het westen. We zien het ook gebeuren als de animatie laat lopen. Een aantal buien die op vrijdag en ook zaterdag overtrekken. Zaterdag zien we wel flinke buien boven Duitsland. Er zijn nog wat computermodellen die buien boven Duitsland ook over ons land berekenen. Zeker over het oosten. Dat is nog niet helemaal zeker. In deze nieuwste run van het Amerikaans model lopen die buien wel vrij makkelijk Duitsland in. Lijkt die zaterdag ook wel mee te vallen. Maar vanaf zondag krijgen we toch echt wel te maken met een mooi hoge drukgebied. Vanuit het westen, via de Britse eilanden, komt dat hoog onze kant op. En dan wacht toch echt wel stabieler weer op ons. Hier zien we het gebeuren. Een hoge drukgebied met de kern een aantal dagen min of meer bij ons in de buurt. Stabiel weer, storingen echt op gepaste afstand. En daarbij ook veel ruimte voor de zon. Echt wel een overgang naar wat mooier weer. Maar in het Amerikaanse weermodel zien we dat dat hoog, als het ware, in tweeën splitst. En dan komt er ineens ruimte voor toch nog een thermisch laag via Frankrijk onze kant op. Hele warme lucht boven Frankrijk midden volgende week. Daarin ook een aantal stevige regen- en onweersbuien. Maar het Amerikaanse weermodel staat wel als enige model nog met deze optie. Het Europees weermodel gaat toch echt wel voor een langere stabilisatie in onze omgeving. En ook in deze optie kunnen we toch echt wel rekening houden met een viertal dagen mooi en zonnig zomerweer. Waarbij het Europees weermodel dus nog echt wel voor een duidelijke verlenging gaat. En als we ook nog even kijken naar de temperatuur op hoogte, dus op 850 hectopascal, 1500 meter boven de grond. Dan zien we in eerste instantie nog de aanvoer vanuit het westen. Met dus ook die gematigde temperaturen, veelal 10 graden, soms even eronder op die hoogte. Maar vanaf volgende week zien we toch een bel met hele warme lucht via Frankrijk richting Duitsland trekken. Het wordt echt flink warm in Centraal-Europa en wij krijgen daar waarschijnlijk een vlaag van mee. En dan gaat die temperatuur bij ons dus ook echt wel duidelijk de lift in. Dat zien we ook zo meteen mooi in de 15-daagse pluim. Als we eerst nog even naar het weerbeeld voor vanavond kijken, zien we dat het weerbeeld voor vanavond ook eigenlijk heel vriendelijk is. Die stapelwolken waar we eerder vandaag nog mee te maken hadden, die trekken snel naar Duitsland weg of lossen op. Mooie zonnige avond dus. Wel zo dat de temperatuur al snel onder de 20 graden duikt en met die noordwestenwind voelt het toch zeker aan de kust ook al even wat frisser aan. Echt wel een frisse avond. En ook komende nacht zakt die temperatuur verder weg. En ik verwacht toch wel minima die zomaar een keer onder de 10 graden duiken in het oosten en zuidoosten van het land. En morgenochtend beginnen we dan ook eerst met veel ruimte voor de zon. Eerste instantie nog lage temperaturen, maar de wind die zoekt wat meer de zuidwesthoek op. En dan gaat die temperatuur toch wel weer de lift in. Komen we op uit op waarde van 22 tot 25 graden. Maar de bewolking neemt wel toe op nadering van dus die storing. En uiteindelijk valt er in het westen van het land later op de dag misschien een drupje regen. Stelt allemaal nog niet zo heel gek veel voor. In de nacht volgt waarschijnlijk meer regen. En vrijdag verloopt dan toch wel echt wel weer wat natter en wisselvalliger. Die storing trekt wel vrij vlot door. Ik verwacht in het westen van het land dat de zon er later op de dag toch echt wel weer goed bij komt. Sterker nog, in het westen van het land blijft het ook in de middag droog. Oosten blijft dus nog wel kans maken op die buien. En ook zaterdag zien we in het oosten de minst goede papieren. Daar opnieuw weer veel bewolking en nog regen op nadering, of eigenlijk op die storing die dus boven Duitsland ligt. Waarbij dus nog even de vraag is hoe ver die storing ook over ons land ligt. Er zijn modelberekeningen die dus misschien nog wel uitgaan van 20 tot zelfs 30 mm regen of zelfs nog wat meer in die hoek van het land. Maar volgens het Amerikaanse weermodel lijkt het dus wat meer mee te vallen. Is dat wat meer een Duitsland verhaal? Maar er is toch nog wel even rekening mee te houden. En vanaf zondag zien we dus dat hoge drukgebied erin komen. Dan zien we ook mooi aan de weersymbolen. Vanuit het westen komt de zon er steeds beter bij. Zeker in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland verloopt die zondag echt al heel mooi. Aangename temperaturen, 21 tot 22 graden al daar. Binnenland wat hogere waarden. En daar is nog kans op een allerlaatste bui. Die buien gaan er dus helemaal uit. Eerst gaan we nog even kijken naar de temperatuur die erbij hoort. We zien in eerste instantie dus nog die gematigde temperaturen van net een paar graden in de 20 graden. Maar vanaf maandag gaat die temperatuur toch echt wel klimmen. En als we kijken naar de ondergrens in de pluim, ja, dan zien we toch temperaturen die ruim in de 20 graden liggen. Veelal 23 of 24 graden. Maar er zijn dus ook opties die richting 28 of 29 graden gaan in het midden van het land. Misschien zelfs al op een enkele dag 30 als het even goed mee zit. Maar het gemiddelde gaat toch echt wel voor 25 of 26 graden. Echt wel heel mooi weer wat er dus aan zit te komen.
Want als we ook naar de neerslagkansen kijken, zien we toch een beeld die ik al heel lang niet heb gezien. Dus in de eerste instantie is echt nog die wisselvalligheid tot aan zaterdag goed terug. Maar daarna zien we toch echt wel een aantal dagen met mooi en droog weer. Zeker tot aan vrijdag of zaterdag is het zo goed als droog. Met nog even in het achterhoofd houdende dat we ergens rond die woensdag nog kans maken op die onweersbuien. Voor de rest wacht ons echt wel een mooie zomerweek. Ik wens u een fijne dag.